Ik ga de prijzen niet alleen uitreiken. Daarvoor hebben we burgemeester Thomans ook uitgenodigd. Ik kijk even waar die is en ik verzoek hem om naar voren toe te komen. Om ons te helpen met het huldigen van alle sportkampioenen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond dames en heren, meisjes en jongens. We staan enorm in de spotlights hier. We staan in het zonnetje. Ja. Het is, ja. Misschien worden we nog wel bruin vanavond. U heeft de lijst ook gezien met de sporten die dit jaar allemaal genomineerd zijn. Ook een aantal opvallende, hè? Onder andere het vissen. Vissen, maar natuurlijk atletiek, rugby. Volgens mij komt echt alles voorbij. Ja. En dat tekent volgens mij wel de activiteiten die ook in Kastrika plaatsvinden op het gebied van sport. Oké. Ik stel voor dat we gaan beginnen met de categorie sporttalent. En ik nodig Lisanne Schonebeek uit hier op het podium. Uw applaus voor Lisanne Schonebeek. Nou, dat lijkt me ook zeker op zijn plaats. Lisanne, hoe voelt het om hier te staan zo? Ten opzichte van iedereen die een beetje in het donker staat. Spannend. Spannend, hè? Want je hebt, ja, het is spannend zeker. Want je hebt ongelooflijk veel gedaan. Sanne noemde het net al op. Wat vond je nou het mooiste wat je het afgelopen jaar gedaan hebt? Kun je dat zeggen? Het NK Meerkamp, want ik deed toch vooral Meerkamp en dat is toch wel het belangrijkste. Dus dat was wel het beste. Ik was er echt heel enthousiast ook voor en ik had er heel veel zin in en ik wilde het echt heel graag winnen. En toen ik het won, ja, was ik heel blij. Tot slot werd ze met haar team Dolfijn Nederlands kampioen overal. Uw applaus voor Serena Stel. Dag Serena, ook welkom op het podium. Ook voor jou een bijzonder moment, denk ik. Om zo in Kastrikum gehuldigd te worden, want de vorige huldigingen waren niet in Kastrikum volgens mij. Jawel. Oké. Maar niet met zoveel mensen of ook met zoveel mensen? Jawel, denk zoveel mensen. Heel goed. En tot slot was hij een van de turners uit het pupillenteam die bij het Nederlands kampioenschap clubteams goud won. Uw applaus voor Mees Kneidenberg. Nou, je hebt in ieder geval een hoop fans meegenomen hoor ik. Wat geweldig, want je hebt echt heel veel gedaan de afgelopen jaren. Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen en hard trainen en dan lukt het wel. Hey, en wie is jouw grote voorbeeld? Epke Zonderland. Epke Zonderland, ja, wiens voorbeeld is dat niet? Gaan we jou ook nog een keer meemaken dan op de Olympische Spelen? Ik hoop het wel. Nou, dames en heren, volgens mij is het echt een kanje. Applaus voor Mees. Werd hij in het Nederlands kampioenschap Omnium. Derde. Uw applaus voor Janne Doornbos. Ja, vast een beetje gefeliciteerd. Het feit dat je hier staat is ook wel heel bijzonder. Met een aantal mede-competitiegenoten, zullen we maar zeggen. En wat was jouw mooiste moment van het afgelopen jaar? Wat was jouw mooiste moment van het afgelopen jaar? Derde werd op het NK Omnium. En dan nu de envelop. Zal ik de ring van even overnemen. Wordt het Lisanne Schonebeek? Wordt het Serena Stel? Of wordt het Mees Kneidenberg? Of wordt het sporttalent Janne Doornbos? Of Roy van Ekelen? U heeft de envelop en ik verzoek u om het bekend te gaan maken. Sporttalent van 2013 wordt. Dat is geworden, dames en heren, groot applaus voor Lisanne Schonebeek. Prolongeer dus de titel sporttalent, want zij werd het ook al in 2012. En nu dus, dames en heren, opnieuw het sporttalent, maar dan van 2013. Uw applaus voor Lisanne Schonebeek. En u mag applaudisseren voor de andere genomineerde sporters, want het is geweldig dat zij ook genomineerd zijn in de categorie sporttalent. Serena Stel, dankjewel. Mees Kneidenberg, gefeliciteerd met de nominatie. Janne Doornbos en Roy van Ekelen. Ik sta hier bij wederom kampioen van het sporttalent van 2013. Je hebt heel veel prijzen op je naam staan. Wat is je geheim? Mijn ouders die deden ook altijd ziek, dus ik denk dat het daar ook door komt. En je moet het ook vooral heel leuk vinden, want anders dan stop je er ook sneller mee en dan kan je niet goed doorzetten. Oké. Eigenlijk geef je ook al een beetje meteen een tip voor mensen die ook zoiets zouden willen doen.
Heb je nog meer tips? Ja, je moet zorgen dat je het inderdaad heel leuk vindt en dat je er gewoon altijd zin in hebt en dat je niet tegen je zin iets gaat doen. En je moet ook gewoon vooral doorzetten dat je niet alleen doet omdat je ouders het willen of zo. Dus je moet het vooral voor jezelf willen. Zo. Sportteam Jeugd. Dames en heren, wie de winnaar is geworden, en ik ga een beetje zo met u meekijken. Wordt het de Castricumse Rugbyclub Junioren? Wordt het de Dames A Junioren van volleybalvereniging Kronenburg? Of wordt het Sportteam Jeugd de Junioren B Atletiekvereniging Castricum? Of de Good Vibrations van Dansschool Club Maris? Burgemeester, u weet het inmiddels zeker. Ik weet het. Hou ons niet langer in spanning. Het wordt in dit geval, ik mis een beetje tromgeroffel, het worden de volleyballers van Kronenburg. Volleybalvereniging Kronenburg met deze huldiging Sportteam Jeugd van 2013. Jullie hebben alles gewonnen dit seizoen. Was het zo makkelijk? Nou ja, goed samengespeeld en uiteindelijk win je dan heel makkelijk, ja. Dus nu zijn jullie toe aan betere tegenstanders. Waarom gaan jullie dat weer allemaal winnen? Nou, dat doen we niet, maar we leren er wel heel veel van en het is heel leuk om samen te werken in het team. Want dat wordt dus wel veel lastiger? Ja, het wordt zeker lastiger, maar het is nu wel een echte uitdaging. En wat is de kracht van jullie team? Ik denk gewoon de samenwerking en gewoon elkaar motiveren. Dat werkt gewoon heel goed bij ons. Oké. Maar ja, jullie hebben alles gewonnen, maar er is vast wel één blunder geweest. Wat was het grootste blunder? Ja, natuurlijk, ja, je maakt wel veel fouten, ook in het gewone wedstrijd maak je fouten, maar als je dan bijvoorbeeld tegen een niet goed, zo'n goede, hele goede tegenstander speelt en je verliest, ja, het is wel heel jammer dan. Als je wel had kunnen winnen. Oké. Nou, gefeliciteerd en dank jullie wel. We gaan beginnen met de categorie sportvrouw. En wie met Birgitta Persson Jansen uit Akersloot de degens wil kruisen, moet van goede huizen komen. Uw applaus voor Birgitta Persson Jansen. Goed, welkom. Dankjewel. Hoe voelt het om hier te staan? Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ook wel een beetje spannend. Je hebt een mooi jaar achter de rug. Vertel, neem ons eens even mee. Wat vond je nou het meest bijzondere van het afgelopen jaar? Het meest bijzondere is dat ik was vorig jaar vlak voor de NK door mijn rug gegaan en ik ben daar toch gaan staan en ondanks dat weer kampioen geworden. En het meest bijzondere is dat ik in de top 10 bij alle leeftijden sta. Dat vind ik echt super. Laten we maar bekend gaan maken wie er sportvrouw 2013 wordt. Is dat Birgitta Persson Jansen of wordt dat dit jaar Sanne Verstegen? En dan bijt u het spits af, dames en heren, met de sportvrouw van het jaar. En dat wordt... Spannend, tromgeroffel. Birgitte. Sportvrouw 2013, dames en heren, Birgitta Persson Jansen. Jij bent het geworden. Bosbloemen. Wat geweldig. Blijf maar even zitten nog. En dan gaan we door met de sportman. De sportman wordt dat van het jaar. Michel Butter, Mark Nauws of Roy Schermer? Het antwoord zit in de envelop. De burgemeester ontvouwt hem en maakt vervolgens bekend wie zich sportman 2013 van gemeente Castricum mag noemen. En de winnaar is Mark Nauws. Ik jou de beker gaan verhandelen. Met hartelijke felicitaties van ons allen van Mark. Oké, hij heeft
moet je even vertellen. We hebben nog even een nieuwtje, dames en heren. Hij heeft ook sportverkiezing van Roosendaal geworden vanavond. Kijk, hij valt dubbel in de prijzen. Die Mark, geweldige prestatie. Dames en heren, uw applaus voor deze sportvrouw en sportmannen. Zeker uw vertegenwoordigers. Dank jullie wel. En dan zijn we er nog niet, want we gaan over tot de sportteams. En ik verzoek de teams om voor het podium zo meteen te komen staan als ik jullie opnoem. En dan gaan we even opmaken, dames en heren, wie het sportteam van het jaar wordt. Wordt sportteam 2013 volwassenen voetbalvereniging Limmen Dames 1. Of toch de volleybalvereniging Kronenburg Heren 1. Of wordt sportteam 2013 het eerste team van tafeltennisvereniging Castricum. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik weet het. Hoe weet het al? Okay. Ja, ik weet het. Dames en heren, het sportteam van het jaar is gewonnen VVV Limmen. Gefeliciteerd. De dames en heren speelden zowel in 2012 als 2013 in de derde klasse van het vrouwenvoetbal. En 7 april was de dag dat het ging gebeuren. En het gebeurde ook, want alles liep volgens plan. En zij haalden die dag het kampioenschap binnen. De D1 werd kampioen en daarmee promoveerden ze naar de tweede klasse. Uw applaus voor Sportteam 2013, voetbalvereniging Limmen Dames 1. Waar moet een goed damesvoetbalteam aan voldoen? Wat zijn de eisen, zeg maar? Nou, je moet gewoon met z'n allen eigenlijk voor elke meter knokken. En je wint het alleen als iedereen er voor de volle 100% voor gaat. Dat is het belangrijkste. En waarom denk je dat het bij jullie team iedereen er voor de volle 100% voor gaat? Nou, we hebben met elkaar plezier. Plezier staat eigenlijk bovenop. En vanuit het plezier kunnen we het beste in elkaar naar boven halen. Wat maakt schermen nou juist de leukste sport? Ja, nou, ons gezin schermen, dus met de eerste insteek, die was eigenlijk omdat ons gezin het deed. Maar ik ben eigenlijk later en zeker dat ik zelf kinderen ging opvoeden in ons gezin, ben ik erachter gekomen wat schermen voor mij betekend heeft. En het is het is een karaktertraining. Het is, je bent aan het denken, je bepaalt strategieën en je zoekt altijd wegen dat als het ene niet lukt, hoe kan je dan via een andere weg tot je doel komen? En ik denk dat dat veel sporten zijn. Maar met schermen, ja, je hebt te maken met incasseren. Je moet klaar zijn om aan te vallen, om te verdedigen. Je moet snel denken, snel handelen. En het maakt je psychisch sterk. Heeft u nog tips voor beginnende sporters? Voor jonge sporters die zou ik sowieso adviseren van doe veel verschillende sporten. Er is ook weer een onderzoek bekend geworden vorige week waarbij degenen die succesvol zijn geweest, die hadden zich allemaal laat gespecialiseerd. Vroeg specialiseren leidt tot jeugdig succes, maar niet tot senioren succes. En volg je passie. Zorg dat je echt iets doet waar je hart ligt, want zonder je hart kom je ook nergens. Heel erg bedankt. Oké, graag gedaan.